Ja, allemaal bedankt voor de komst. Kan ik je uitleggen hoe dat zit? René, de paus komt naar België. Wat kun je dat inbeelden dat de paus naar België komt? Hier is niet zet die muziek aan. Nee, René, kun je dat inbeelden? Een openluchtmis door de paus vlak in een café. Waarom praat jij zo over die paus? Jij gelooft toch niet? Omdat we rijk gaan worden, tja! Het is er echt een prachtige zin, René. Een veel groen en boom. Ideaal voor de kinders. En riekt de morgenrad, het voetje ruikt lekker fris en heurig. Het wordt een heugelijke dag in de geschiedenis van de stad Gent. De komst van Johannes Paulus II zal natuurlijk veel pelgrims op de been brengen. We kunnen ook dingen verkopen, paternosters. Dat staat niet in een ganse markt. Waarom niet? Een klein marktje. En we werken met verschillende standjes hier in ons nof. Wat is dat? Boterkoeken. Hoeveel boterkoeken? Die stoel moet dan ook komen, hè. Dat is de laatste. Dat gaat de moeite zijn, René. Echt. Je moet dringend een keer babbelen, hè. Ik versta niet dat je al dat geld investeert in een standencomplex terwijl dat ze zelf er allemaal een kraam hebben staan, verdomme! Dat is geen ordinaire markt, René. Je verstaat het niet. Dat is een egoïst. Ja, voilà. Ze mogen al komen, hè. Doen we allemaal mee? Ja, allemaal mee. Zijn we dat zeker? Ja. En die markt komt er, hè. Dan ga ik persoonlijk voor de zorgen.